De organisatie Valuable Women 2015 zal voor de tweede keer als internationale interkerkelijke non-profit organisatie evenementen organiseren in Suriname. De organisatie richt zich meer op vrouwen en heeft als doel de vrouw, zowel geestelijk als sociaal-maatschappelijk, te helpen hoger op te komen. Het thema voor de evenementen is, word hervormd door de vernieuwing van uw denken. Florence Botse, voorzitter van Valuable Women 2015, vertelt wat de organisatie wil bereiken met de evenementen. U hoort ook Quintana Schaken, die aangeeft dat zij niet naar Suriname zijn gekomen om personen te leren geloven. Wij doen het in Nederland alle enkele jaren. En we zijn Surinamans. Ik ben hier geboren, wij zijn hier geboren en we willen dat stukje ook meegeven. Eigenlijk ter ondersteuning voor de Sranamang om, om op te komen, om vooruit te gaan. Word hervormd door de vernieuwing van je denken. Als je denken anders wordt, dan ga je ook euh, 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 een, een soort progressie meemaken in je leven. En dit is eigenlijk wat we willen geven. We willen mensen sociaal, maatschappelijk en geestelijk helpen. Dat sociaal-maatschappelijke vullen we in doordat we uh, uh, dozen hebben meegenomen. En die zullen we na de Haiti uh, aan de man brengen. De vrouwen die er zijn op de Vrouwen Haiti mogen daar kijken als ze iets mogen meenemen. Nee, dat ding is gewoon standaard. Ik geloof dat als je hervormd wordt in je vernieuwing van je denken, gaat het gepaard met keuzes. En ieder, ja, iedereen staat uh, en is vrij om te kiezen in wat hij of zij gelooft. Maar ik geloof één ding is dat als we in Christus geloven, dan word je hervormd. Dat betekent, dan word je, ver, word je, ver, verander je in je denken, verander je in de keuzes die je maakt. Zegt verder dat zij samenwerken met de religieuze organisaties van Suriname. Deze evenementen kunnen worden gezien als een uitwisseling tussen Valuable Women 2015 en Suriname. Wij denken dat Suriname door het kerkgebeuren naar grotere hoogten gebracht kan worden, zegt Botsen. Daar hoef je niet voor te geloven, maar het is gewoon, het is gewoon zo. So, als je geestelijk uh, de capaciteit krijgt en de creativiteit om hoger op te komen, dan ga je ook in je eigen leven, in je gezin, in je werk, in je toekomst, in je studie. Uh, in het land gaat er een, een, een shifting, een vooruitgang ja. plaatsvinden. Kijk, wij zijn Surinamers. We wonen dan niet hier, maar we lopen en, en als ik dit als een steentje zeg maar, mag noemen om me bij te dragen, dan graag. En um, zit er misschien ergens in de planning dat er een Valuable Women in Suriname wordt opgericht? You never That's... know! Yes. <laughs> ja, nee, je weet maar nooit. Uh, daarom wil ik echt um, ja, alle vrouwen in Suriname wil ik oproepen: kom, join ons, uh, Bundel met ons. We willen heel graag samenwerken. Uh, we staan open voor uh, ontwikkelingen, voor vernieuwingen, voor ideeën. Kom met ons uitwisselen. Het is niet een, een tokoetje van ons alleen. Maar we zijn echt in het kader van om gezamenlijk met elkaar. Um, ik zal niet zeggen alleen maar Suriname. Maar wij als vrouwen, we run the world. Kitana Schaken en daarvoor Florence Botse van Valuable Women 2015. Zij spraken over de evenementen die zij samen met de Surinaamse kerken zullen organiseren.